Het aantal kinderen zonder zwemdiploma is verdubbeld in 3 jaar tijd. Vooral kinderen in arme gezinnen en kinderen van niet-Nederlandse afkomst hebben steeds vaker geen diploma. En dat zien ze ook in het Erika Terpstra-bad in Nijmegen. In 2018 had 6% van de kinderen geen zwemdiploma. Dit getal is gestegen in 2022 naar 13%. Dit gaat over kinderen tussen de 6 en 16 jaar. Ja, dat is natuurlijk dramatisch dat dat geconstateerd is. En dat is denk ik ook het gevolg van het feit dat het schoolzwemmen is afgeschaft. Dat was voor een vangnet waarin je in ieder geval alle kinderen in de lagere schoolleeftijd binnenkreeg. Die maakte kennis met het zwembad. En graven daar vaak ook een vervolg aan. Een kwart van de kinderen uit de laagste inkomensgroep heeft geen zwemdiploma. In de hoogste inkomensgroep is dit maar 2%. Als het aan Heino Jacobs ligt, moet het schoolzwemmen gewoon weer terugkomen. En uiteraard gaat het niet over scholen die in dure wijken zitten, zeg maar. Want natuurlijk gaat het met name om de kinderen in de prachtwijken. Die dus niet aan het zwemmen toekomen. Hier in het Erika Terpstra-bad in Nijmegen hebben zij een wekelijk zwemuurtje met de leerlingen van de Bloembergschool. Iedere vrijdag komt hier een school uit Nijmegen. Die zorgt voor opvang van kinderen van vluchtelingen, van expats. En die kinderen die krijgen in ieder geval wel door de gemeente Nijmegen gefinancierd schoolzwemmen. Want je wil zoveel mogelijk mensen en kinderen aan een zwemdiploma helpen. Nederland is nu eenmaal een waterland. Het kan alleen maar heel veilig gemaakt worden als kinderen al die diploma's halen die ze kunnen halen. En ervaring opdoen in hen en met het water.